Waterschap Hollandse Delta heeft meer dan 1600 kilometer aan wegen en fietspaden in zijn beheer. Eigenlijk wegen zoals deze. En ik ben wel benieuwd hoe we zorgen dat die wegen veilig en in goede conditie blijven. Nou, we hebben dagelijks inspecteurs op de wegen. Die inspecteren op gaten, scheuren, onvlakheid en dergelijke. En daarnaast inspecteren we jaarlijks het hele gebied. En op basis van die gegevens, in relatie met de te verwachte levensduur van de weg, bepalen we het groot dan wel klein asfaltonderhoud. En of je dus gewoon aan de slag moet? Ja, of het een aannemer opdracht krijgt om dat te gaan herstellen, ja. Oké. Hey, en wat doen jullie dan verder nog zoal om zo'n weg ook veilig te kunnen houden? Nou, de Hoekse weg hier, dat is een mooi voorbeeld. Dat was een 80 kilometer weg en daar hebben wij de maximumsnelheid teruggebracht naar 60 kilometer. Nou ja, verlaging van de maximumsnelheid, dat draagt natuurlijk enorm bij aan de verkeersveiligheid. Hey Peter, vertel. Dit wilde je ook nog laten zien, Rotterdamse weg. Hoezo? Ja, het is een uitzondering op de regel, maar deze beheren we ook. En wij hebben deze afgelopen jaar hebben die in het groot onderhoud gehad. Dat is in goede samenwerking en overleg met de gemeente gegaan. En daarbij is alles meegenomen, openbare verlichting, de verkeersregelinstallatie en allemaal wel in het teken van veiliger maken. Dus de kruisingen die zijn 50 kilometer geworden, er zit een drempeltje in. De verkeersregelinstallaties zijn nauwkeurig afgesneld. Dus afgesteld om de doorstroming te bevorderen. En ook de openbare verlichting is vernieuwd. Nou, dat draagt ook bij aan de veiligheid natuurlijk. Nou, dat klinkt alsof die wegen in ieder geval in goede handen zijn bij jullie. Ja, absoluut.